zal je maar gebeuren. Ben je helemaal in de kerstsfeer en dan valt er een brief op je deurmat met een mededeling dat je binnen 2 maanden je woning dient te verlaten. Dat overkwam ons. Wij zijn een groep bewoners die met tijdelijke contracten jarenlang in sloopwoningen wonen. Op de Platanenweg en Olmenweg. We zijn een gemalleerde groep met gezinnen, studenten, starters, maar ook ouderen. Kinderen zijn hier geboren en die gaan hier naar school en hebben hier hun vriendjes. Onze tijdelijke contracten werden na 5 jaar omgezet in anti-kraakcontracten, maar ons werd altijd beloofd dat we mochten blijven tot de sloop. Nu is de sloop uitgesteld door de crisis. En plots moeten we vertrekken. 80 woningen moeten bezemschoon opgeleverd worden binnen 2 maanden. Stadgenoot wil de woningen nu gaan verhuren, tijdelijk weer, aan studenten met campuscontracten. Natuurlijk hebben studenten ook woningen nodig, maar toevallig wonen wij er al. Nou, gelukkig riep de ASFA leden op om niet op de woningen te reageren, waarvoor wij jullie hartelijk danken als ze nog aanwezig zijn. Nou, ondertussen hebben we 2 maanden uitstel gekregen, maar dat is nog steeds niet genoeg natuurlijk. We zijn nog steeds wat hopig. Wat willen we? We willen huur betalen, maar we mogen niet. Binnen korte tijd moeten we iets vinden, maar dat kan niet. Het enige wat wel mogelijk lijkt is een andere tijdelijke woning voor een ander gebied waar dan weer een sloop uitgesteld is. En zo vallen we in de rol van stadsnomaden. De politiek kan ons niet helpen, gaat gewoon door met het afgeven van vergunningen en het labelen van woningen. Waardoor de leegstandswet opgerekt wordt dankzij campuscontracten. Het maatwerk wat ons beloofd is, stelt niets voor en toch moeten we binnen 2 maanden weg. Zelfs het plan dat we als bewonersgroep hebben ontwikkeld en voorgesteld is afgeketst. Omdat het niet binnen de bestemming zou passen. En die bestemming is sloop. Wij wonen al jaren in de Parooldriehoek. We zijn goed voor deze buurt en de buurt is goed voor ons. Een huis is veel meer dan 4 muren en een dak. Het is de plek waar je geworteld bent. Het is je huis, het is je thuis. En ook je buurt is meer dan een hoop stenen. De mensen maken de buurt en bepalen de samenhang. En mensen hechten aan hun omgeving. En dat is onderdeel van hun identiteit. Wij bewoners kunnen er niets aan doen dat projectontwikkelaars hun plannen niet halen. Wij gaan jullie crisis niet betalen. Het is aan de overheid om de woningnood aan te pakken. En wat ons betreft, beloofd is beloofd, wij blijven tot de sloop, of liever, stop de sloop en geef ons bewoners vaste contracten. Ik dank u wel.